Hoe oud is de Palestijnse identiteit? Heeft er ooit een millennia jaren oud Palestijns volk bestaan? Aan het einde van de Torah, aan het einde van de tijden, staat dat een non-volk het Joodse volk zal plagen. Wie zou dit non-volk kunnen zijn? Uiteraard zal dit non-volk zich in de publieke arena presenteren als het oudste volk ter wereld dat overal recht op heeft. En met hun PR-stunts weten ze overal de schijn van het grootste gelijk van de wereld te krijgen. Palestijnen doen het voorkomen alsof er in het huidige Israël een duizenden jaren oud volk leefde dat in 1948 verdreven zou zijn. Maar dit klopt historisch niet. Palestina betekent letterlijk Filistijns land. Maar iedere Bijbelkenner weet dat de oorspronkelijke Filistijnen in een kuststreek woonden die nu Gaza heet. De namen Syrië-Palestina ontstond tijdens de Romeinse bezetting en is een Romeinse benaming voor de streek rond Jeruzalem. De Romeinen wilden iedere herinnering aan het bloeiende Joodse leven in Israël uitwissen. De Filistijnen waren al honderden jaren daarvoor verdwenen uit het huidige Israël. De naam Palestina raakte in onbruik. Pas nadat de Engelsen heel Israël en heel Transjordanië samen weer Palestina noemden, werd er in 1946 een Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie ingesteld. Er moest klaarheid komen. De Libanese historicus Ghouri Hitti werd naar zijn mening gevraagd. There is no such thing as Palestine in history. Absolutely not. De vraag is waar de Palestijnen dan wel vandaan kwamen. Dagblad Trouw stelde deze vraag aan de chef militaire operaties van de PLO, Zahir Mohsen. Hij antwoordde ondubbelzinnig in 1977. We benadrukken die Palestijnse identiteit alleen uit politieke motieven. Het benadrukken van het bestaan van Palestijnen is een Arabisch belang om een balans te vinden met het Zionisme. Die Palestijnse identiteit is in het leven geroepen om tactische redenen. Een Palestijnse staat is voor de Arabische gemeenschap een nieuw instrument om de strijd tegen Israël voort te kunnen zetten. Einde citaat. De waarheid komt uit hun eigen mond. Leugens en geschiedsvervalsing die zijn weerga niet kennen, maar inmiddels door zeer veel wereldburgers geroepen en geloofd wordt. Wij blijven bij de oude feiten.